is hij al officieel. En dan zijn de winnaars, dames en heren. Chantal van Ooyen zorgt hier voor een geweldige verrassing met Andrea Zwagerman, 12 jaar, deze bruine ruim. Pink Diamond uit Just One of Frisia. Gefokt door Zwagerman Meubel in bezit van Stichting Drafsport Zwagerman. Getraind door Frans van der Blonk, voortreffelijk gereden door zijn vrouw Chantal van Ooyen. En Klaas is er ook bij. Klaas met Fleur Zwagerman, die de koers natuurlijk mede een beetje maakte. En Chantal ontvangt de bloemen. En de felicitaties namens de sponsor. Chantal, hoe kan dit nou? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee, nou ja, je had hem op maat. Ja, ik kreeg hem super en werd afgeschoten. Ja. Maar je hebt wel vaker gereden en dan bleef het ook wel eens uit. Ja, het moet meezitten. Het moet meezitten, maar goed, niks dat je weet van behandeld of... Nee, oh, dat weet ik ook niet. Ik ga al. Kijk, we hadden vanmorgen de hoefsmid Kees Sijp en die zei vanmorgen tegen mij... Annie, Andrea is top. De hoefsmid? De hoefsmid. Oké. Okay. Zou je het volgende keer van tevoren willen melden? Ga ik doen. Dankjewel. Nou ja, dit zijn gewoon die verrassingen, dames en heren. Die komen zo af en toe voor in de drafsport. En vandaag is het de tweede grote outsider die het doet. Maar het is wel een paard dat we echt allemaal in ons hart hebben zitten. Want dit was voor Andrea Zwagerman. En dan hebben we het alleen over Nederlandse starts. Start nummer 163 op Nederlandse bodem. 12 jaar is hij inmiddels en in die 12 jaar heeft hij 6 keer gewonnen. Op 12-jarige leeftijd doet hij het vandaag hier nog een keer tegen de allerbeste grasbaanpaarden van Nederland. Daar kunnen we alleen maar diepe bewondering voor hebben. Het was Chantal van Ooyen die min of meer sprakeloos was. Ik denk dat u voor deze grote outsider van 12 jaar, een dappere strijder, vast een groot applaus over heeft. Andrea Zwagerman, Chantal van Ooyen.